De herdenking van 170 jaar Chinese immigratie wordt op 10 oktober gelanceerd met een activiteit in de Assyria High-Rise gebouw. Dit zei Jeffrey Lau, lid van het Nationaal Commissie Jubileumjaren 2023, gisteren op een persconferentie over 170 jaar Chinese immigratie. De officiële herdenking vindt plaats op 20 oktober, de dag waarop de eerste Chinezen in 1853 in Suriname arriveerden. De volgende activiteit is op 14 oktober, namelijk een fototentoonstelling. Dat gaat plaatsvinden in het verenigingsgebouw van Komitong staan aan de Dr. Sophie Redmanstraat. Dat gaat een weekje duren. En op 15 oktober, zondag, hebben we in samenwerking met de Lions Club Paramaribo Noord de Mayong Drive. En dat wordt georganiseerd in de Witte Lotus zelf, aan de Koesewijnenstraat, ook Marowijnenstraat. Op 17 oktober hebben we een onthulling van een monument, niet in Paramaribo, niet in Komowijnen, maar helemaal in Nikeri. En dus in ons reisdistrict gaan we de onthulling hebben van een monument op het Brazzaplein, naast het commissariaat. En op de grote dag zelf, 20 oktober, hebben we in de vroege ochtend wat kransleggingen, want we hebben ook wat belangrijke monumenten die we moeten herdenken. En daar gaan we krans leggen op het Vriendschapspark. Lau geeft verder aan dat er ook activiteiten in Komowijnen zullen zijn op die dag, omdat de eerste Chinese immigranten in dat district voet aan wal hebben gezet. Hij benadrukt dat 20 oktober een lange dag wordt vol activiteiten, waar ook Chinezen uit China aanwezig zullen zijn. Speciaal voor dit evenement. En zij gaan dan komen optreden voor ons. En aan het eind van de show hebben we ook nog een vuurwerkspectakel. Dat zal allemaal ook nog op het achtererf van het NIS gebeuren. En dan zijn we nog niet klaar, want de grote dag is dan een lange dag geweest. En op 21 oktober hebben we nog een tweede dag. Speciaal voor de senioren, de kinderen, de tehuizen die we allemaal moeten meenemen om dit ook mee te maken. Wat we dan ook een publieke show op 21 oktober. Die is wat eerder, die beginnen we om 4 uur, omdat er ook wat donaties zullen plaatsvinden. De activiteiten gaan tot 24 oktober door. Een documentaire van de activiteiten van dit jaar in verband met 170 jaar Chinese immigratie staat ook op schema. Evenals de uitgifte van een gedenkboek op een later tijdstip.